Welkom bij de online helpdiensten van Idealnet. De producten en diensten getoond in dit filmpje kunnen afwijken van uw huidige situatie. Wij vragen hiervoor uw begrip. In dit filmpje laten wij u zien hoe gemakkelijk het is om uw machtiging af te geven voor Idealnet. Nadat u ingelogd heeft, bevindt u zich op de hoofdpagina. Klik hier op het tweede knopje Machtiging afgeven. Hier kunt u in een paar simpele stappen uw machtiging afgeven. Kies hier of u gebruik wilt maken van uw Giro of uw bankrekening. In dit voorbeeld kiezen wij voor de Giro. Hier vult u uw rekeningnummer in en uw naam. Hier selecteert u de rekeningbegunstigde. Klik daarna op Volgende. De bankgegevens zijn nu door ons in goede orde ontvangen. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is het formulier af te drukken. Daarvoor heeft u Adobe PDF Reader nodig. Mocht u Adobe PDF Reader niet hebben, kunt u deze gratis installeren vanaf onze website. Klik daarna op Formulier afdrukken. Hier ziet u het Idealnet incassomachtigingsformulier wat door ons gepersonaliseerd is. Als u dit geprint heeft, kunt u het ondertekenen en daarna opsturen naar Stichting Derde Gelden Idealnet, antwoordnummer 9142 3009 VB in Rotterdam. Dit formulier kunt u kosteloos opsturen. Als u het formulier heeft opgestuurd, is uw machtiging binnen 7 werkdagen geactiveerd. U kunt zien of uw machtiging actief is aan dit kleine groene veetje rechtsboven in de pagina. U kunt uw machtiging ook bekijken. Klik dan hier op Mijn machtiging. Hier ziet u de status van uw machtiging. Uw bankgegevens zijn in goede orde ontvangen en het door u ondertekende formulier is succesvol verwerkt. U kunt hier uw machtigingsformulier nog een keertje bekijken. Wilt u uw machtiging intrekken of wilt u machtigen met een ander bankrekeningnummer, klik dan hieronder op Machtiging intrekken. Nadat u uw machtiging heeft ingetrokken, kunt u geen gebruik meer maken van het automatisch opwaarderen van strippenkaarten of het betalen met een incasso. Wij wensen u veel plezier op Idealnet.